1885 werden door de Belgische staatspoorwegen de zogeheten GC-rijtuigen geïntroduceerd. En GC, dat staat voor Grand Capacité. Men wilde dus meer capaciteit. Men wilde meer reizigers vervoeren per rijtuig. Daarbij mocht de lengte van het rijtuig niet langer worden, want anders zou de trein niet meer langs het perron passen. Er moest iets verzonnen worden om dat extra gewicht per rijtuig op te vangen. En daarom kregen deze rijtuigen een derde as. Typerend aan deze rijtuigen, dat zijn natuurlijk die vele deurtjes aan de zijkant waar de reizigers door kunnen in- en uitstappen. Ik sta nu binnen in zo'n derde klas rijtuig. We zien de oorspronkelijke bankjes en de prachtige bagagerekken. Vroeger werd zo'n rijtuig verlicht door middel van olielampen. Dat is niet meer helemaal van deze tijd, dus dat hebben we aangepast naar moderne elektriciteit. Maar voor de rest zijn deze rijtuigen nog helemaal in oorspronkelijke staat. Het is erg leuk om te bedenken hoe men vroeger reisde. Dit rijtuig is van begin 1900. Toen droegen alle vrouwen natuurlijk nog rokken tot op de enkels. En de heren, die rookten er wat af. En niet alleen buiten de trein, maar ook in de trein. En wat heel veel voorkwam, was het gebruik van pruimtabak. En ondanks alle waarschuwingen in de trein, kwam het nog wel eens voor dat er zo'n klodder tabak op de grond belandde. Had jij dan geen zin om naast zo'n tabakkauwende en tabakspugende medemens te zitten, dan ging je gewoon een coupeetje verder. En dan deed je het schuifdeurtje dicht. Opgelost. En ondanks dat in het begin van de 20e eeuw het grote deel van de reizigers man was, konden ook de vrouwen gewoon met de trein. Maar daar hadden ze ook iets op bedacht. Een ander schuifdeurtje, alleen deze is dicht. Want zo konden de vrouwen ook in de trein, maar dan wel uit het zicht van al die mannen. Nou, deze prachtige Belgische rijtuigen die zetten we nog regelmatig in tijdens onze rijdagen en bij evenementen. Kijk maar.